Kijkers en luisteraars die nu al inloggen, welkom bij het cultuurgesprek. Het gesprek wat ik wekelijks heb met mensen die of in de cultuur bezig zijn of zich daarmee bezighouden. Ik heb inmiddels 25 mensen al gehad. Wellicht heeft u er een aantal van gezien. En ik dacht de afgelopen weken, misschien is het tijd om meneer Bruls eens uit te nodigen. Nou, meneer Bruls, fijn dat u er bent. Nou, met genoegen, hartstikke leuk. We zitten hier mooi in het zonnetje en prima zo. Ja. We zaten eigenlijk, we hadden afgesproken in Tiemeloods, maar dat mocht niet. De regels zijn best wel wat ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat wat voor publiek toegankelijk is, dat mag niet. Als je bijvoorbeeld in een studio, een professionele studioomgeving, waar we hier dan zijn, dan mag het weer wel. Ja. Omdat, ook al ben je dus maar met z'n tweeën, hou je keurig de afstand. Ja, wat voor publiek in principe gesloten is, moet ook gesloten blijven. Dus daar moet ik zelf natuurlijk misschien nog net voor mezelf iets strenger op zijn dan anderen. Op die manier. We begrijpen het heel goed. Het was voor ons ook eventjes nadenken, want we hebben een aantal gesprekken ook nog wel daar gehad. Ja. Maar goed. Nou, dit is ook wel een lastige regel hoor, want kijk, om er even op door te gaan, als u bijvoorbeeld in de Schouwburg, het is nu dit weekend wel, zou het weekend van carnaval geweest zijn. Ja. Als een carnavalsvereniging in de Schouwburg iets huurt, dan mag het niet. Maar doet de Schouwburg-directeur zelf iets organiseren en presenteert het? Uiteraard niet met optredens en zo, maar met filmpjes en streamen, dan kan het weer wel. Dus dit is ook, ik heb de regels op dat punt ook niet helemaal bedacht, maar het geeft het iets dubbels. Het lijkt me sowieso moeilijk om daar regels voor te maken. Ja. Want we leven in een vreemde tijd, toch al een tijdje. Tja, al bijna 11 maanden. Hè? Als je teruggaat naar, donderdag 12 maart, toen heeft het kabinet voor het eerst echt beperkingen uitgevaardigd in de zin van... Toen moesten hogescholen, universiteiten dicht en het weekend erop moesten alle horeca dicht, alle scholen dicht. Dus toen begon dat. Dus dat is nu al 11 maanden. Ja. En die 12 gaan we ook wel volmaken, vrees ik. Ja. Deels wen je eraan en deels wen je er nooit aan. Maar het blijft inderdaad heel apart hoe we met dat afstand houden en niet met groepen bij elkaar komen. En hier mag je wel wat doen en daar mag je niks doen. Dat is wel heel ingrijpend. Ja. Ja, het is ook heel ingrijpend voor de cultuur geweest. Zeker. We hebben in maart gezien dat bijna elke instelling, een culturele en openbare instelling, gesloten moest worden. Daarna was er nog wel een soepele zomer, zeg maar. Een versoepelde zomer. Mm-hmm. Dat was heel fijn. Daar is iedereen ook wel wat blijer van geworden. Maar in oktober begon het weer. Ja, half oktober moest eerst de horeca dicht. Ja. En daarna kwamen er al beperkingen voor de podia, voor bioscopen. En vanaf half december was ook dat zelfs helemaal voorbij. En daar zitten we nog steeds in. Hè. Dat is, als je dat terugrekent tot half oktober, dat is natuurlijk al een forse tijd. Hè. Dat zijn al vier maanden zo. Ja. En dat gaat zeker de hele maand februari nog wel doorgaan. 2 maart is dan een volgende eikmoment. Dus laten we hopen dat het dan wat soepeler wordt. Maar ik zeg ook wel heel eerlijk, als je heel reëel bent, daar waar grote groepen mensen bij elkaar kunnen komen, dus in een zaal, in een horecainstelling, dat zijn natuurlijk niet de dingen die het eerst helemaal opengooit. Dan zal er allicht altijd die 1,5 meter eis zijn, misschien ook maxima voor bezoekers. Ja. Dus we hebben nog wel een tijd te gaan tot we in ieder geval flinke beperkingen hebben. Zo niet sluiting zoals we nu hebben. Ja. Normaal zou u vandaag volgens mij ook voor de carnaval. Ik dat is dus één zo van die grote evenementen waarvan je denkt van zal dat ooit nog gebeuren? Nee, kijk, niet voor niets hebben die carnavalverenigingen ergens in november gezegd, dat gaat hem gewoon niet worden. Nee. Kijk, wat speelt bij veel cultuurevenementen en cultuuruiting is natuurlijk niet alleen de beperkingen van het moment zelf. Want ik kan natuurlijk best wel In de Schouwburg of in de Tiemeloods waar je normaal bent, daar kan ik natuurlijk best wel iets bedenken hoe je met een beperkt aantal mensen toch een voorstelling kan draaien. Alleen je moet het ook voorbereiden. Je moet mensen boeken, je moet artiesten boeken, je moet ondersteuning natuurlijk organiseren. En dat kun je niet 2 of 3 dagen van tevoren doen. En hoe groter de culturele happening of het evenement is, hoe langer die voorbereidingstijd. Daarom moet bijvoorbeeld iets als de Vierdaagse eigenlijk al in februari besluiten om het wandelen in de 3e week van juli niet door te laten gaan. Niet omdat ze die wandeltocht... Ze hadden best een paar maanden kunnen wachten, maar met name de grote mensenmassa's, daar kun je nu al voorspellen, in de zomer zullen wij niet op 1,5 meter dat soort dingen kunnen doen. Nee. Maar kijk, kleinere evenementen, kleinere optredens, ik kan me best wel voorstellen dat we die in de loop van het voorjaar en de zomer
dat die weer gaan beginnen. Ja. En dat maakt het natuurlijk extra lastig voor de cultuursector, dat je soms maanden van tevoren al een besluit moet nemen. Misschien zeg je straks dat je spijt hebt van wat je hebt besloten nu, omdat het in juli wel meevalt. Maar ja, dat is nu helemaal zo. Ja. Dat zagen we vorige zomer natuurlijk ook. Hè. Ja. Het was toen met name ook de grotere evenementensector zelf die op een gegeven moment ook heeft gevraagd aan de Rijksoverheid, maar ook aan onze gemeente, van geef ons nou maar duidelijkheid voor die zomer. Zeg maar wat tot wanneer het niet kan. Ja. Want we kunnen ons niet blijven voorbereiden en dan toch weer moeten stoppen. Ja. En zo is het dan eigenlijk ook gegaan. Het kost veel geld, het kost veel planning. En daar zitten we nu dus weer mee. Vorig jaar wist ik ook inderdaad dat ergens in maart en april mensen om mij heen zich afvroegen van moeten we sowieso nog wel bezig met de planning voor al die festivals. Ja. En het gaat er nu weer op lijken dat het gewoon... Goed. Kijk, het is ook lastig om daar het goede advies op te geven. Goede raden is altijd duur, maar dat geldt nu ook. Want natuurlijk kun je zeggen, weet je wat, je neemt er een risico op en je bereidt er wat voor. Maar als dat je heel veel geld en energie gaat kosten, dan ben je dan wel kwijt zonder dat je iemand er iets op kunt verwijten als het dan toch niet kan. En wat natuurlijk bij veel evenementen, cultuur, happenings ook nog speelt, je bent afhankelijk van vrijwilligers. En dat merkten we vorig jaar ook al, hoe snel dat ging. Kijk, in maart wil iedereen nog wel een paar weken wachten. Maar naarmate de maanden vorderen, april, mei, juni, een heleboel vrijwilligers gingen zeggen, ik ga in de zomer iets anders doen. Dus ik ben ook überhaupt niet meer beschikbaar om te helpen bij je evenement. Dus dat effect ga je natuurlijk ook nog krijgen. En dat zal nu ook wel optreden. Kijk, het enige wat ik erop durf te voorspellen is te zeggen, we zullen zeker nog tot en met de zomer met die beperking, bijvoorbeeld van die 1,5 meter afstand. Die eis zal gewoon blijven gelden. Zowat de laatste eis die eraf gaat. Ja. Iedereen die nu al kan zeggen, maar dat kan ik nooit, daar kan ik nooit iets organiseren. Die kan ik eigenlijk maar één advies geven. Dan moet je je evenement gewoon schrappen. Dan moet je zeggen, dan is het ook voor dit jaar voorbij. En dan hopen dat we gedurende de herfst en winter weer binnen van alles mogen doen. En volgend jaar dan weer een buitenseizoen hebben. Ja. Maar kijk, als je, er zijn natuurlijk best wel evenementen noemen waar mensen door elkaar heen lopen. Als je die groepen maar niet te groot maakt. Waar je nou best wel iets zou kunnen organiseren als het mag. En waar misschien ook je aanloopkosten niet zo hoog zijn. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, dat hangt er ook heel erg vanaf. Ik bedoel, heb je hele hoge investeringen die je moet doen, dan wordt het natuurlijk moeilijker. Ja. Dan als je bij wijze van spreken op de Goffertweide iets kunt organiseren voor een paar duizend mensen, waar je hoogstens een artiest hebt waar je een afspraak mee maakt. Ja. Dat is overzichtelijker natuurlijk. Dus die keuze moet iedereen voor zichzelf maar maken. Ja, en het is dan voor met name de grotere evenementen een geldkwestie die gewoon misschien nog wel met subsidies of met tegemoetkoming opgelost wordt. Maar er zijn ook een aantal kleinere organisaties en kunstenaarsinitiatieven die bijvoorbeeld gewoon nu het heel erg moeilijk hebben. Ja. Die moeten wel heel flexibel nu zijn naar, in deze situatie. Ja. We proberen mensen dan wel wat tegemoet te komen, hè, door bijvoorbeeld coulant te zijn met de huur die ze onbetaald. Als je bijvoorbeeld al iets hebt georganiseerd of een plan doorgezien, je hebt ervoor voor de vergunning, daarvoor heb je leges moeten betalen, dan zorgen we ervoor dat je niet hoeft te betalen. Alleen we komen natuurlijk nu wel in een fase na 11 maanden waarin je ook mag verwachten dat mensen wel de verstandige keuzes nemen. Kijk, als je vorig jaar dingen had georganiseerd, daar kon niemand wat aan doen. Hè. Niemand heeft hierom gevraagd, niemand kon voorspellen. Een jaar geleden dat we zo lang in allerlei beperkingen zouden leven. Dus dan is het ook logisch om tegen mensen te zeggen, die huur hoef je niet te betalen en die subsidie hoef je niet terug te betalen. Maar ja, kijk, als je met die wetenschap van afgelopen zomer dit jaar nu weer van alles full force, van alles bent organiseren, heel veel kosten willen maken, dan is het wel wat raar om daar voor de overheid voortdurend aan te kijken. Ik bedoel, je moet daar wel wat anders doen. Ik zie aan de andere kant ook wel dat dit wel mensen helpt om creatief te zijn. En dat in de cultuursector, naar de aard van de zaak, ja precies. Ik hoor leuke dingen hoe mensen bijvoorbeeld online en fysiek proberen te koppelen. Hè. Zo op het moment dat je ook fysiek dus bij elkaar komt, weer wat mag, maar beperkt, je dat koppelt met online activiteiten, zullen bijvoorbeeld meer mensen dat online toch het kunnen volgen. Hè. Bedoel dat daar
Ja, ik las dat u ook, of ik zag ook dat u online bingo een keer mee had. Ja, nou is dat qua culturele uiting niet. Dat is weer wat anders. Dat is iets anders dan een professionele cult. Maar het is wel leuk. Je kunt wel wat doen. Het is niet hetzelfde als. Ja. Maar je kunt wel wat meer doen, alleen maar een film laten zien. Ja. Dat klopt, ja. Ja. Maar ja, het lijkt me dus inderdaad wel echt heel moeilijk om het fysieke, wat een kunstding altijd in zich heeft en een cultureel evenement in zich heeft, om dat gewoon volgens mij voor een aantal maanden weer te moeten skippen. Ik denk dat er heel veel mensen teleurgesteld zullen zijn. Zeker, zeker. Nou ja, waar we nu aan het werken zijn, en dat begint deze week al, is om in ieder geval. Kijk, het moet van meerdere kanten komen. Te beginnen het belangrijkste natuurlijk dat we die coronabesmettingen en de belasting van de zorg, dat we dat onder de knie krijgen. Althans, dat dat duidelijk beperkt wordt naarmate er meer mensen gevaccineerd worden. Want dat geeft sowieso de mogelijkheid om meer mogelijk te maken. Ja. Ten tweede, daar waar er toch een beperking zit, is het ook een kwestie van hoe kun je met 1,5 meter afstand toch dingen organiseren. Dat kan natuurlijk wel. Hè. Kijk, een statisch evenement waarbij mensen zitten of staan te kijken of te luisteren, dat zal natuurlijk makkelijker kunnen dan een evenement waar heel veel mensen door elkaar lopen. Bijvoorbeeld zoals met zo'n zomer vierdaagse feest. Dat voelt iedereen denk ik ook aan. Dat is een stuk lastiger. Dat soort een groot popconcert waar 15.000 mensen op de Goffertweide bij elkaar zijn. Ja, dat wordt wel lastig. Ja. Maar we gaan ook wel meer en meer kijken van hoe je daar combinatie voor maken. Zo'n popconcert bijvoorbeeld, daar zal gekeken worden, kun je niet door vakken in te delen en mensen in bubbels te zetten. Hè, dan moeten ze al een paar dagen van tevoren zich laten testen, vlak voor het concert. Met testen die ook veel sneller gaan. Hè, die sneltesten gaan nu ook komen, dus dan hoef je niet ook 5 dagen op een uitslag te wachten. Nou, dan moet je daar wel een spelregels op zo'n concert houden. Je blijft dus in je eigen vak, hè, het terrein is dan een vak ingedeeld of de zaal waar je bent. En de afloop dan weer hetzelfde. Kijk, dat soort modellen worden natuurlijk nu ook wel getest. En toevallig begint daar deze week van alles mee in het land. Wij doen in Nijmegen mee met Goffertstadion. Ja. Voor een voetbalwedstrijd. En nou kun je zeggen, ja, wat heeft voetbal nou met cultuur te maken? Nou, het gaat ook niet om die wedstrijd. Het gaat erom dat we dan gaan experimenteren. Dat je met 6 groepen van 250 mensen in bepaalde vakken gaan kijken wat voor effect heeft dat. Leidt dat dan tot minder of meer besmettingen? En als het daar in een stadion goed werkt, dan kan het ook in de vereniging de Schouwburg goed werken. Ja. Ja. Nou, daar zijn we nu ook wel mee bezig, zodat je ook al heb je dus nog steeds die beperking van die 1,5 meter en misschien een maximum van een aantal mensen wat je mag ontvangen, dat je toch meer kunt doen. Want ja, kijk, voor 5 mensen optreden in de Schouwburg, dat gaat er niet worden. Nee. Dat is A niet leuk en B is dat niet te betalen. Nee. Dan moet je er zoveel geld bij stoppen. Klopt. Dus op die manier kun je het businessmodel leuker maken. En dan wordt het voor de artiesten en de toeschouwers natuurlijk ook wel leuk om bij elkaar te zijn. Hè? Ik bedoel, het is wat Joep van het Hek zei van een oudejaarsconferentie van een paar mensen. Ja, daar kan ik mij ook niet uitleven. En dat begrijpen we allemaal, denk ik. Ja. Dus daar moeten we het ook van hebben, van dat soort andere manieren om toch iets mogelijk te maken. Ja, nou, dan hebben we het nu over evenementen die dus met name volwassenen heel aantrekkelijk vinden. Nou, natuurlijk popconcerten ook wel. Ja. De jongeren is, naar ik meen, gewoon de afgelopen jaar wel echt de gebeten hond in dat opzicht. Ja, nou ja, niet bij mij. En nogal helemaal. Ja, maar ze hebben het. Kijk, voor jongeren speelt natuurlijk los van het feit dat ze net als ouder van tal van cultuuruitingen houden. Ja. Speelt natuurlijk dat wat voor de meeste jongeren een hele belangrijke leider is, namelijk je opleiding volgen. Of je nou op de school nog zit, of al naar de hogeschool of de universiteit bent. Of een beroepsopleiding in combi volgen, op het ROC bijvoorbeeld. Voor hen telt dat ook van groot deel is weggevallen. Ja. En dat hakt er denk ik stevig in. Dan ben je echt compleet teruggeworpen op jezelf, hè, op je kamertje thuis of op je studentenkamer. Je mag ook nog niet heel veel vrienden ontmoeten. De leuke uitgangsgelegenheden zijn dicht. Ja, want dus zij worden daardoor van een paar kanten geraakt. Ja. Dat is waar jongeren eigenlijk hun betekenis. Je bent in een leeftijd waarin je erop uit wil, hè, waarin je dingen bent aan het ontdekken. En ieder is natuurlijk daar wel anders in. Ja. Maar toch in zijn algemeenheid maakt dat wel op die leeftijd, hè, als je leeftijdsgroep zeg maar vanaf 12, 14 tot 25, die zijn echt bezig met hun leven te oppakken, te ontdekken, een draai te vinden. Ja, dat is natuurlijk toch wel anders dan iemand van 45 die al een bepaalde manier gesetteld is en bezig is. Ja. En nu spreek ik natuurlijk in hele grote clichés, want nogmaals, dat is niet voor elke jongen zo, het is ook niet voor elke ouder zo. Nee, absoluut. Maar grosso modo is dat voor jongeren, ja, er is wel heel veel weggevallen wat hun leven leuk en spannend maakt. Ja, ik
Als ik een beetje voor mezelf nadenk en ik verplaats me nu in de jongeren, dan zou ik me bijna voorstellen dat er een soort een verschuiving plaats moet vinden in hun hoofd. Zo van, ja, de jongens, de komende tijd kunnen we niet heftige dingen doen. En 's avonds ook niet en 's nachts niet. En de nachtcultuur, dat is ook nog een apart ding. Ja. Dat zal denk ik ook nog een hele tijd duren voordat die dicht... Ja, ze moeten... Kijk, de afgelopen maanden zijn bijzonder hard geweest. Hè, want door de winter heb je sowieso natuurlijk al een weertype. Het is minder uren licht, waardoor het toch al niet zo aantrekkelijk is om buiten te zijn. Dus je voelt je nog meer opgesloten. Het goede nieuws is er dus ook een aantocht. Hè. Ik denk dat met de lente een aantocht, ook al is er misschien nog niet zo heel veel mogelijk, maar je kunt wat meer naar buiten. Ik denk dat we daar ook meer ruimte aan moeten geven. Ook heel praktisch. Ik zie echt niet mij aan politieagenten en de gemeentelijke handhavers vragen om iedereen maar die parken uit te blijven jagen. Ja. Kijk, de afgelopen winter is dat ook een paar keer gebeurd. Het is zelfs nu nog gebeurd dit weekend met al die sneeuw en ijspret. Maar dan hadden we nog het geluk van, ik noem het maar even technisch weer, waardoor mensen toch sneller binnen bleven. Ja. Maar dat technisch weer gaat omslaan en mooi weer. Ja. En dat is gewoon niet reëel om te verwachten dat mensen na zo'n lange winter, waarin weinig tot niets komt, dan ook nog ze zeggen, je mag niet om 10 uur 's avonds buiten zijn. Dat gaat hem niet worden. Ja. Dus we hebben er ook belang bij voor het geestelijk welbevinden, om het maar wat plechtig uit te drukken, van jong en oud en zeker voor jongeren, dat daar meer openingen gaan komen. En laten we hopen dat dat dan, als dat gebeurt, dat daarna ook wat meer mogelijk is voor leuke culturele dingen. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat, net als vorig jaar, de horeca wat meer ruimte krijgt? Het kabinet heeft 2 weken geleden een plan gepresenteerd, dat noemen zij de routekaart. Daarin geven ze aan van, als bij die stand van het aantal besmettingen, het aantal opnames in ziekenhuizen, dan kunnen we die maatregelen loslaten. Het idee daarbij is, dat is nu nog niet, maar als we een fase lichter komen, hè, dus als het aantal besmettingen echt wel langere tijd wat stabiel blijft op een bepaald niveau, dat dan eerst de droge horeca, dus zeg maar restaurants en zo, dat die open gaan. Ja. Dan moeten ze natuurlijk wel zo dat mensen netjes coronaproof kunnen zitten. Nou, wat we eigenlijk de afgelopen zomer tot half oktober hebben meegemaakt. En daarna de volgende fase is dat je ook echt de natte horeca, dus zeg maar de kroegen, weer open kunt gaan. Ja, het slechte nieuws is voor die kroegen. Ja, die zitten wel achteraan in deze rij. Dus dat gaat nog echt wel, zeg het maar, maanden is wel reëel. En laten we hopen dat het voor die restaurants, die eettentjes en alles wat daarbij hoort, met terrassen die dan open kunnen, dat in het voorjaar wel mogelijk is. Ik denk dat dat al behoorlijk wat verlichting geeft. Ja, niet voor al die horeca-eigenaren, want dat hebben we vorig jaar ook gezien. Hè. Kijk, als jij normaal 200 mensen binnen kunt ontvangen en het mogen er dan maar 50 zijn, ja, dat doet natuurlijk iets met je zaak, met wat je verdient. Ja. Maar ik heb van genoeg horeca-eigenaren in Nijmegen naar buiten gehoord. Ja, die hebben dankzij een goed voorjaar, een goede zomer, toch nog in ieder geval een redelijk jaar weten te draaien. Sommigen hadden zelfs een topzomer. Ja, ja. Want we proberen ook een meetenken, bijvoorbeeld door de terrassen wat breder te maken. Ja. Doe iets met je openingstijden, zodat je in ieder geval iets meer kan omzetten, ook al mag je minder mensen ontvangen. Ja. Dus het moet voor die horecabedrijven, zal het toch wel licht aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel moeten komen. Ja. Maar ja, goed, kijk, ik zeg er eerlijk bij, ik besluit hier. Voor heel veel mensen is het echt een tunnel. Ja, en sommigen hebben het gevoel dat er helemaal geen licht is. Nee, en ik begrijp het ook heel goed. Alleen, ik beslis het niet. Het is toch een uiteindelijk kabinetsbesluit. En het is dus ontzettend... Kijk, het is een hele rare situatie, want bij dit virus is het natuurlijk zo, iedereen kan het virus krijgen, maar iedereen kan het ook overdragen. Dus we zijn er zelf allemaal bij. Ja. Dus ook alle bijna 178.000 Nijmegenaren, hoe snel we er vanaf zijn. Hoe meer, hoe beter we ons gedragen. Maar hoe beter we ons gedragen, hoe fnuikerder het is voor je zaak. Ja. Of voor je, als je een kleine culturele ondernemer bent of je hebt een klein podium. Hoe meer je er aan houdt, hoe minder je klanten je krijgt, hoe minder bezoekers, hoe minder geld je kunt verdienen. En aan de andere kant is dat de enige echte oplossing om straks weer open te kunnen gaan. En dat is natuurlijk best lastig. Vooral als je natuurlijk ook verhalen hoort van mensen die het niet zo nauw nemen en dan toch weer met een groep bij elkaar komen. De behoefte is er zo, hè? Ja, de behoefte. Dat is natuurlijk, en naarmate het langer duurt, wordt dat ook steeds moeilijker. Dat is ook wel te begrijpen. Ik bedoel, kijk, dit is een boodschap die je, als je die 1 of 2 maanden vertelt, dan oké. Maar we zitten nu al op 11 maanden, hè, sinds half maart vorig jaar. Ja. Dat is gewoon ontzettend lang. Maar goede nieuws is... kijk, die spreekwoordelijke tunnel en het einde van die komt eraan, maar dat licht komt er zeker aan. Ik denk dat het wel, in alle ernst, wel een periode is waarin we nog nooit zo hebben uitgezien. Althans, voor mezelf ook sprekend,
naar het voorjaar. Ja. Omdat je, ja, die deed dus lichter buiten, je kunt wat meer buiten doen. Ja. Dat doet al wel wat. Nou, het, ja. Het zal voor u ook gewoon wel de afgelopen jaren anders zijn geweest op bestuurlijk niveau ook. Gewoon, ja. Om te vergaderen en om... Want dat zijn van die praktische dingen die je eigenlijk ook gewoon graag live wil doen. En ja, dat lukt niet, hè? Nee, dat is heel apart. Dan heb ik nog wel het geluk dat een heleboel van die crisisoverleggen, of ze nou hier in Nijmegen of landelijk plaatsvinden, ja, die vinden wel live plaats. Omdat je dat soort overleggen, die kun je niet zo heel erg goed via een scherm doen. Daar heb je af en toe toch de discussie nodig en die voer je wat. En ja, goed, als het beroepsmatig is, kan dat ook wel, maar inderdaad, een heleboel dingen zijn er gewoon uitgevallen of worden digitaal gedaan of vinden helemaal niet plaats. Kijk, een heleboel een jubileum van iemand of een opening, ja, die zijn gewoon niet doorgegaan. Want dan kunnen we zeggen, dat doen we digitaal, maar ja, een gebouw openen, ja, met alle respect, digitaal, dat is drie keer niks, hè. Nee, en net zoals nu, dit weekend, leuke evenementen zoals carnaval of zo, ja, als je het niet kunt vieren met z'n allen. Goed, ik vind het prima als mensen naar televisie naar carnavals op te kijken, maar mij is het niet besteed hoor, daar wil je bij zijn en zo. Ja, ja, dus er is inderdaad een heleboel weggevallen, dat is ook wel heel apart. Krijgt u overigens, want u heeft nu overleg ook met burgemeesters van andere steden, ja. Krijgt u ook het idee dat de ergheid van de situatie nu, dat die in andere steden heftiger is dan hier? Of, wat vind ik lastig te zeggen. Ik hoor alleen maar dat het heftig is. Ja. Ik hoor ook wel positieve verhalen, maar ik hoor... Nee, ik zou niet durven zeggen dat het her en der heftig is. Ik heb wel de indruk dat naarmate er meer mensen dicht op elkaar wonen, minder woonruimte hebben, dat dat wel meer doet. Dus in van die grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, kan ik me wel voorstellen... Ja. Dat het er nog iets heftiger inhakt bij heel veel mensen, zeker ook bij jongeren, ja. Dan in steden waar je wat meer ruimte hebt, waar je nog eens wat makkelijker naar buiten kunt, het groen in kunt gaan. Maar dat daar dus ik, af en toe de excessen misschien wat groter zijn. Dat je net even iets wat meer kan, maar er is natuurlijk geen maatstaf om te meten hoe heftig het is her en der. Het is overal. Hè. Ik bedoel, kijk, als jij in een afgelegen woning op het platteland woont, ja, natuurlijk, dan kun je wel buiten gaan, maar als er niemand is, ben je net zo alleen als iemand die drie hoog achter in de stad binnen moet blijven zitten. Het enige voorstel voor het platteland is dat je misschien wat meer ruimte hebt om rondomheen te lopen en zo. Ja. Maar dat is het dan ook wel. Daar staat ook tegenover dat je minder mensen ziet en dat doet ook wat. Hè? Ja. Het is niet alleen naar buiten kunnen, maar het is vooral ook het sociale contact wat we missen. Ja, dat is wat het hem doet. Dat zijn de dingen die je dus binnen de cultuur merkt. Niet alleen op productieniveau, dus mensen de artiesten, die gewoon eigenlijk het lijfelijke contact misten. Maar ook gewoon bij het publiek. Ja. Dus je gaat gewoon waarom doe je dat? Want waarom ga je ergens heen? Natuurlijk is dat om mooie muziek te horen of een goed toneelspel of zo te zien en dat te laten binnenkomen. Maar het is toch natuurlijk vooral ook het bij elkaar zijn. Ja. Want mooie muziek luisteren, ja, als je een beetje goede installatie thuis hebt, kun je een heleboel compenseren. Maar het is niet hetzelfde, omdat je die live ervaring, dat contact, hè, dat voelbare contact, dat mis je. Mensen zijn ongeneeslijk sociaal en dat merk je nu. En we verplichten ons eigenlijk als sociale wezens om 1,5 meter afstand te houden. Je kunt niemand een hand of een kus of een knuffel geven. En nu mag je zelfs niet met een groep bij elkaar komen. Ja, dat is volstrekt tegen natuurlijk. En dat ook nog eens een keer niet na 9 uur. Ja, die avond klopt. Maar weet u wat het rare is? Vorige week was er onderzoek en dan blijkt dat mensen die regel, wat eigenlijk maar een advies is, hè, dat je maar 1 iemand mag ontvangen, die vinden ze veel lastiger dan 's avonds om 9 uur niet naar buiten komen. Ja. En dat is ook nog wel logisch, want kijk, buiten komen in de winter, ja, sorry. Zo spannend is het nou ook weer niet om 10 uur op straat. Hè? Alles is dicht, dus wat doe je buiten dan? Hè? Het zal nu nog wel meevallen. Kijk, als het voorjaar komt, dan is dat zeker van een hoop jongeren natuurlijk wel leuk. Maar dat je thuis maar 1 iemand mag ontvangen en niet meer mensen, dat vinden mensen heel erg lastig om na te leven. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Ook, hè, met de knuffelcontact. Ja, die werken met zijn knuffelcontact en met zijn bubbel. Nou, daar wordt nu ook naar gekeken. Misschien gaan we dat in Nederland ook nog wel krijgen. Het is een soort knuffelbubbel. Dat je zegt, nou, een aantal mensen die je veelvuldig ziet en die zien ook alleen maar elkaar, dan gaat het wel. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat is bijvoorbeeld voor groepen jongeren toch wel lastig. Want die hebben juist vaak wat meer contacten in een klas of zo, of van leeftijdsgenoten. Maar goed, wie weet zal dat brengen. Ja, nogmaals, ik zelf denk dat we het meeste moeten verwachten nu een paar weken volhouden en dan hopen dat vanaf 2 maart er wat versoepelingen komen. En met het voorjaar
dat je daar in ieder geval wat meer buiten kunt zijn. Oh, ook al is het dan nog niet op dezelfde de manier. Kleine evenementen, die zullen de, ik mag beginnen met misschien met iets van die horeca, die terrassen, dat je dat zo opbouwt naar evenementen en zo. En in ieder geval binnenkijken in de Schouwburg en zo. Ja, daar hebben we al daar hebben we gewoon voorbeelden van. Je kunt dat gewoon coronaproof goed organiseren. Dat hoeft niet zijn. Alleen, het is nu wachten op een, ja, tot die cijfers de goede kant op gaan. Het kabinet ook durft te besluiten van, nou oké, dan gaan we dat nu ook doen. Ja. Ik denk dat dat kan wel. Kijk, we hoeven niet om een schouwburg open te gaan, hoeven niet heel veel te oefenen. Daar hebben we vorig jaar ervaringen opgedaan hoe je dat coronaproof moet doen. Ja. Alleen het risico is van, je wil onderweg met reizen niet een grote groep bij elkaar hebben. Daarom is dat nu allemaal dicht. Nou, als je dat wat beperkt weer opzet, geleidelijk ook, hè, en stapjes. Nou, dat zou mooi zijn als we daar eens mee kunnen beginnen het voorjaar. Ja. Lijkt me een goed punt om langzaam een beetje daarmee mee af te sluiten. Ja, we zitten nu trouwens in de studio omhoog. Ik zie dat de zon ook heel mooi in beeld is. Ja, u bent nu een zonnekoning, helemaal weggelegd. Ja. Kijk, ja. Nou. Maar we zijn er nog steeds, ja. We zijn er nog steeds. Ja, de zon die gaat alle kanten op. Gaan we ja, het is nog steeds een winterzonnetje. Kijk. Dit is, ja, dat gaat ook niet goed. Nou. Misschien zo een beetje. Ja hoor. nou ja, we zitten dus, we zitten nog steeds in een studio omhoog. Een studio die net verbouwd is en wellicht volgende maand open gaat als het een beetje mee zit en het mag weer. In een oud gebouw. Het gebouw was 100 jaar oud. Vroeger van Gent wordt helemaal weer verbouwd en in ere hersteld. Dit gebouw heeft de oorlog meegemaakt. Wij hebben een crisis meegemaakt. Ja. Hoe zal dat worden? Heeft u nog wat laatste woorden voor? Ja, dat is een goede. Wat gaat hierna gebeuren? Nou, ja. Ik zelf denk dat we op het moment dat het weer allemaal een beetje mag zoals we een jaar geleden met elkaar willen leven, dat we betrekkelijk snel die oude draad gaan oppakken. Ja. Mensen zijn, ik zei, heel ongeneeslijk sociaal. Je wil elkaar zien, je elkaar aanraken. Ik denk wel dat we een aantal dingen ook een positieve zin kunnen meenemen. Ja. Ah, we hebben gemerkt wat het betekent als je zo beperkt contact kunt hebben. Dus daar gaan we meer van genieten. Ja. Maar ik doelde met name op bepaalde, nou, zoals wij hier zitten, bepaalde digitale mogelijkheden. Die kun je natuurlijk wel blijvend gebruiken. Ook in de cultuursector. Ja. Ik heb hele leuke verhalen gehoord hoe men bijvoorbeeld de evenementenwereld fysiek en digitaal wil gaan combineren. Zodat je ook grote groepen kunt hebben waarvan een deel het dan digitaal volgt. Ook doordat je veel meer ervaring krijgt met cameraopstellingen en zo. Dus dat soort dingen, vergaderingen op die manier zullen we meenemen. Maar in grosso mode schat ik dat we heel snel weer heel, heel erg blij zijn ons oude leven te kunnen gaan oppakken. Ja. Dat is mijn voorspelling hoor. Alleen de hamvraag is, wanneer mag dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Wat jammer nou. Ja, dat is jammer. Nee, het zal zeker nog wel dit jaar tot en met, kijk, de beperkingen van die afstand houden, daar gaan we zeker nog tot en met de zomer, tot na de zomer meemaken. En, ja. Nou, laten we hopen dat het dat dan ook is, dat de vaccinatie goed aanslaat. Ja. Zodat we met de nieuwe winter voor de boeg onze draad weer kunnen oppakken. Ja. Meneer Bruls, bedankt voor dit gesprek. Met genoegen. Het was gezellig. Leuk dat u er was. Mensen thuis, ja, je hebt mij niet zo goed kunnen zien. Hier dan toch nog even. Namens mij dus ook bedankt en tot een volgend gesprek. Het volgende gesprek is volgende week zondag. Met Dirk Wim in het Hof. Hij is singer-songwriter en hij heeft een heel mooi nieuw muziekproject. Waar hij in ieder geval corona misschien zelfs voor kan gebruiken. Omdat hij namelijk 1-op-1 gesprekken moet voeren met mensen. Over Nijmegen, het mooie Nijmegen. Geniet ervan. Graag tot de volgende week. Dank u wel. Ja, bedankt.